Wanneer wij dus de berichten volgen vanuit het psychiatrisch centrum Suriname, is dit niet iets dat zich pas afspeelt. Hè? Reeds geruime tijd zitten wij, gezien onze financiële situatie, in moeilijk vaarwater. Ja. En jammer genoeg is het zover gekomen dat we dus ook richting de gemeenschap moeten gaan om dus hulp te zoeken. Even zeg, de moeilijke financiële situatie. Heeft het centrum schulden of geeft de overheid niet genoeg middelen aan het centrum? De instelling zit met schulden. Okay. Laat mij dit zo inleiden. PCS verdient maandelijks om en bij 4,5 miljoen. SRD? Ja, 4,5 miljoen SRD. Onze uitgaven zijn echter maandelijks plus minus 7 miljoen SRD. Ja. Dus we zitten al met een tekort. Wat er gebeurt is, met name bij de leveranciers, zijn we dus niet op tijd adequaat invulling te geven aan de betalingen. Ja. Waardoor je steeds moet gaan uitstellen en de bedragen lopen op. Dit heeft dus gemaakt dat leveranciers op een gegeven moment hebben gezegd, we zetten de leveringen stop. Want ook zij willen hun geld zien en dat is enerzijds begrijpelijk. Maar niet alleen bij voeding. We zien ook dus bij de medicatievoorziening, daar hebben we op dit moment problemen. Een belangrijk middel als Modacate hebben we niet in huis. Puur vanwege het feit dat wij dus niet in staat zijn geweest om een van de leveranciers te betalen. En dan gaat het om een schuld van 600.000 SRD die we moeten ophoedsen. Maar we zijn niet in staat om dat te doen. Ja, en de schulden zijn van het jaar daarvoor? Of vorig jaar? Of langer? Iets langer, denk ik. Ze stapelen zich op, hè? Omdat je dus... je probeert leveranciers tegemoet te komen door het moment dat je dus wat financiën hebt, een deel te betalen. We kunnen gewoon niet alles betalen. Ja. En op dit moment is het zodanig dat we dus helemaal niet in staat zijn om te betalen. En het is wel bekend bij de minister van Volksgezondheid? Alle instanties die we op de hoogte zouden moeten stellen van deze situatie, dat is dus ook gebeurd. En ook van die zijde wordt er gekeken van... Hoe wij dus tot een oplossing kunnen geraken in deze. Ja, en de leveranciers gaan stoppen met het leveren van middelen. Dat wil zeggen dat de cliënten die binnen wonen, in feite, ze gaan geen eten hebben enzovoorts. En daarom zoekt het psychiatrisch centrum hulp. Heel veel leveranciers zijn op dit moment al gestopt. Vandaar dus de situatie waarin we nu verkeren. Als ik u aangeef dat wij begin van de week onze patiënten brood hebben moeten geven zonder beleg of thee zonder suiker, dan beseft u van hoe slecht dat gesteld is momenteel. En om hoeveel cliënten gaat het? Het gaat om circa 200 patiënten die wij dagelijks moeten verzorgen. 200 patiënten hebben vanaf maandag brood zonder beleg gehad en thee zonder suiker. We hebben gelukkig dinsdag heeft een organisatie daarop ingespeeld. De mensen hebben gehoord van de situatie waarin wij verkeren. Ze hebben mij benaderd en we zijn toen gericht gaan kijken van wat zij voor ons konden betekenen. Het gaat in deze, ik denk dat ik de organisatie wel kan noemen. Oud-studenten van de AMS, ja. Die hebben ingespeeld op deze situatie, omdat ze dus ook zich bezighouden met sociale activiteiten. En ze hebben mij toen ook benaderd van, we willen ook wel iets doen voor deze groep van mensen. En het middageten, is dat gegarandeerd? Op dit moment, met ondersteuning van dus deze oud-AMS-studenten, is de voeding tot zondag gegarandeerd. En dus voor de komende week hebben jullie wel hulp nodig. Klopt. Waarmee zou men kunnen helpen als men bereid is te helpen? Nou, kijk, op dit moment gaat het zeer zeker om voeding.
Maar niet alleen voeding is een probleem. Als we ook denken aan schoonmaakmiddelen. Je moet, de omgeving moet goed schoongemaakt worden, want je kunt niet onder slechte hygiënische toestanden werken. Hè. Dus schoonmaakmiddelen is daar een probleem. En als we ook daarvoor een oplossing kunnen bereiken en als mensen ons willen ondersteunen daarin, dan is dat altijd meegenomen. En men kan de spullen gewoon afleveren bij het PCS of gebeurt het centraal? Het kan afgeleverd worden bij het PCS, maar ik stel wel voor dat de mensen eerst contact met ons opnemen, zodat we dus gericht kunnen aangeven van wat we allemaal nodig hebben om te voorkomen dat er spullen geleverd worden die wij niet kunnen gebruiken. Dat zou zonde zijn en van het geld dat men dus daaraan zou besteden. En op welk nummer kunnen ze contact opnemen? Men kan contact opnemen op het nummer 47190 en dan vragen naar het secretariaat van de algemeen directeur of van de verpleegkundig directeur. Maar men zou ook mij rechtstreeks kunnen benaderen. Het mobiel nummer is 0850-1652. Ja, maar er moet een duurzame oplossing komen. Want we kan het zo door. Klopt. Ja, toch? Klopt. En wat ziet u als duurzame oplossing? Het zijn inderdaad een aantal problemen die op een duurzame wijze opgelost moeten worden. Hoor. Ik focus me voor dit moment dan slechts op wat nu heel erg dringend nodig is. Maar wat al een hele tijd bekend is, is dat wij met de huidige lichtdagtarieven, die zijn helemaal niet realistisch, niet zullen uitkomen. Vandaag niet, morgen niet, overmorgen niet, als dit zo blijft. Ja, en wat wij krijgen als lichtdagtarief voor onze chronische patiënten en daarvoor betaalt dus Volksgezondheid, dus de overheid betaalt daarvoor en dat is slechts 700 SRD per dag. 700 SRD. SRD per dag. Ik wil erbij aangeven dat 2 jaren terug een consultant een kostencalculatie had gemaakt en toen kwamen we op een bedrag van 1400 SRD. Ja. Dus dat zouden we dus per lichtdagtarief moeten ontvangen. Dus nu ontvangt PCS in totaal 140.000 per maand als je 200 patiënten vermenigvuldig maal 700? Nee. Per maand ontvangen we plusminus 4 miljoen van Volksgezondheid. Ja. En plusminus 500.000 komt vanuit het SZF. En dat is toch niet genoeg, want in totaal hebben jullie 7 miljoen nodig. In principe is dat net genoeg om de salarissen te dekken van het personeel. Meneer Sokai, bedankt voor deze informatie. U kunt kijken naar deze camera en de samenleving oproepen om het PCS te helpen, want het PCS zit in nood. Oké, laat mij dit zeggen. We zijn verzeild geraakt in een situatie waar wij dus met z'n allen, ook binnen PCS, ook binnen de medewerkers, maar ook binnen de beleidsmakers niet happy mee zijn. Hoewel we het anders gewild zouden hebben, komen we er niet onderuit om op dit moment de gemeenschap, bedrijven en wie dan ook te vragen om ons te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Als u iets wilt doen, maak nu contact met het Psychiatrisch Centrum Suriname en dan kunnen we even kijken van hoe wij gericht invulling kunnen geven daaraan. Bedankt voor deze informatie. Kondremang, Ierekba, PCS, Apiepi van Oudu, 200 patiënten in Libië en PCS, Deno Abinyang en de Abtutratrasani van Oudu, Fuka Abiwang, Boom, bestaan. U hebt een PCS, Belgona, een nummer 47190, de actie voor een secretariaat voor een directeur, dan kan ik je zo'n persoon te hebben die Abi van Oudu.